De Beuningse uiterwaarden zijn afgelopen zaterdag feestelijk geopend voor publiek. Het gebied voorbij de voormalige Electrabel energiecentrale is sinds eind 2017 verbouwd om onder andere meer ruimte voor de Waal te creëren. De dag startte met een gratis ontbijt op het Schiereiland voor de inwoners van Beuningen en een officiële opening volgde. Verder werd de middag gevuld met activiteiten als bushcraften, kampvuurverhalen en hutten bouwen. In de uiterwaarden zijn nu onder meer een uitkijktoren en een vluchtplaats voor dieren tijdens hoogwater gebouwd. Ook is het gebied natuurvriendelijker en bereikbaarder gemaakt.